In mijn werkleven ben ik accountmanager bij Bental. Wij maken verpakkingsmachines, bandenroleermachines heten ze, met de focus op duurzaam verpakken. Als hobby ben ik triatleet. Ik ben ooit begonnen als zwemmer. Toen ben ik ook gaan hardlopen en met corona ook een fiets gekocht en ben ik gaan triathlonnen. Dan heb je alle drie te pakken. Hè? Wat het zo leuk maakt is, je komt er heel veel mooie plekken, zoals hier in het Henschotenmeer. Succes, hè? Ja, daar gaan we. Ja, daar gaat-ie. En tijdens een evenement kapot gaan, je limieten verleggen en dan de finish halen, dat geeft een heel, heel trots en mooi gevoel. Komt helemaal goed. Kan ik niet beschrijven, dat moet je ervaren. Het aankomende evenement wil ik geld in gaan zamelen voor een goed doel. Samenwerking met het Lilianenfonds. Dit jaar gaan we geld inzamelen voor een sportproject in Burundi. Waarbij wij kinderen met een handicap meer inclusiviteit willen geven in de maatschappij. Door middel van het introduceren van sportfaciliteiten. Nou, dit was dus het zwemonderdeel. Nog twee te gaan. Het doel is om zo'n 20.000, 30.000 euro in te zamelen voor het project. Het is een heel groot project van in totaal 5 fases. En wij hopen de eerste fase te kunnen financieren. Ik krijg heel veel support van mijn ouders. Zij zijn allebei triatleet. Mijn moeder gaat ook meedoen met het evenement. De Gelderman, 24 augustus. En zij zal ook hetzelfde pak gaan dragen. Dus wij gaan hand in hand van start. Ik weet niet of we hand in hand gaan finishen, maar... Dat gaan we die dag zien. Ja, ze gaan supergoed. Echt zo goed tempo. Mensen kunnen ons steunen. Ze kunnen ons aanmoedigen natuurlijk langs de zijlijn. Maar op onze website hebben we ook een link naar een betalingsdonatielink. Waarbij we geld gaan inzamelen voor het Lilianenfonds en dit project. We zijn er nog niet. Het doel is dus tussen de 20.000 en 30.000 euro. Maar stap voor stap zullen we daar komen. Dat gaat een enorm trots gevoel geven. Om een stukje bij te dragen aan wat wij daar gaan opzetten.